Welkom bij aflevering 9 van Behind the Impact. Vandaag ga ik het hebben met mijn collega's chef en kennet over Friends of Search. Een search-conferentie, twee weken geleden in Amsterdam, waar zij een beetje gaan toelichten wat zij zoal hebben gevolgd qua talks en welke belangrijke inzichten zij misschien hebben verworven. Welkom. Dankjewel. Dank Dankjewel. Ik ben om jullie terug te hebben. Ja, heel leuk. Het, is... het voelt als thuiskomen, voor mij. Vind <laughs> wel. Nee, ehm, um, Friends of Search de meeste mensen gaan dat misschien niet kennen uh, leg eens kort uit wat voor een conferentie was het en uh, hoe was het vooral ja de naam zegt eigenlijk al een beetje zelf uh, een van de grootste ik denk het grootste search conference Verbeten mij. het is een ja, van de hebt... grootste van Europa ja je hebt nog een SEO Brighton maar dat is dan meer op SEO gericht SMX is ook wel heel groot, groot en dat misschien nog iets groter is maar wat waar... Qua naam betreft en in de geburen zijn, is dat wel een van de bekendste. Dat dus ja. was ook al toe aan zijn 11e of 12e editie ja. ofzo. Uh, ook wel vrij cool opgericht, heel kleinschalig, door twee gasten. En die, ja, dat is elk jaar is nu wel al echt broei. groot geworden. En, ja, het is, het is echt wel vrij praktisch en wat strategisch voor zowel SEA en SEO. Dus echt voor de, de search-marketeers ja. onder ons, waar dat wij wel onder vallen. Um, en ze zat ook wel goed qua aankleringen. Dat is ook niet onbelangrijk, vind ik. Je, je zit met marketeers die daar ja. niet ongevoelig gevoelig voor zijn. Er waren snoepjes. Zeker, zeker. Die helpen heel harde van... van Onze vriend die is stand dat goed te doen. Ja, maar ook wel veel, veel opkomst. Ik denk dat er nu 750 uh, ja. search experts uh, aanwezig waren. Nee, ja. dat heb ik toch uh, ergens gelezen of gezien. Uh, dus ja, dat is toch wel... Uh... En een heel coole locatie ook wel. Ja, in Amsterdam. Dat was, ook wel heel, dat was een oude uh, productiehal, dan ook de, heel veel stukken inhingen van, van Kromhoud, het productieproces. De Cromhouthal. Kromoud, Kromoud, de ja. In uh, Amsterdam. Ja. Okay. En dat was eigenlijk dus ja. een volledige dag dan aan talks en uh, experten die dan aan het woord zijn over search in het algemeen, of dan ook ja. meer specifieke thema's die zij dan bespreken. Er ja, was een duidelijke opsplitsing. Hè. Je, had in ja. de, je had eigenlijk twee, twee rooms. Ik denk dat er ook nog een derde room was, maar dat was weer eerder om. Workshops die, om en beter sparen en zo. Ja. Ja. Uh, maar de, de twee rooms waren opgesplitst in enerzijds SEO en dan anderzijds uh, SEA. En dan ja. uh, kwamen allemaal gastsprekers aan, aan, aan bod. En uh, soms waren het ook wel case studies, mm -hmm. uh, maar vooral uh, gastsprekers die daar zelf hun eigen ondervindingen deelden ja. of, of data ja. deelden. Uh. En ik vond het voor ons wel goed dat wij. Wij zitten. Het is niet dat we met SEO niet bezig zijn, maar we zitten wel vrij hard in het SEA-stuk, het paid stuk mm -hmm. Dat je niet echt een keuze moest gaan maken, tussen welke, welke sessie ga ik nu volgen? Ja. Voor ons was het vrij duidelijk, we gaan voor, de, voor het grotendeel deel voor de SEA-sessies. Ja. Maar de sprekers of de, de, de moderators ook wel, ja, doe eens een keer zot, pak er ook eens een keer een SEO-sessie tussen als ja. SEA'er of andersom, en dat, dat hebben we dat ook, dan ook gedaan. Maar ik vind SEO ook nog altijd geweldig boeiend, hm. maar dat is minder iets waar ik me dag dagelijks mee bezighoud, dus het was nog altijd een werk. Ja, ja, ja. Hadden jullie dan bijvoorbeeld al een lijstje op voorhand gemaakt van die sprekers wil ik zeker zien, of was het meer ja. kijken van ja. naar, naar thema's of bepaalde mensen dan niet specifiek? Voor mij was het minder de sprekers, want ik ken er ook zeker niet iedereen. Uh, denk ik denk, ja, hier en daar zo iets van de naam gehoord, maar het was vooral de topics die aan bod kwamen en de titels. Uh, alhoewel sommige titels wel niet overeenkwamen, helemaal met nee. <laughs> over ja, waar tjur. ze het hadden. Uh, maar het was wel elke sessie, denk ik, dat we gevolgd hebben. Hebben we wel sowieso dingen meegenomen en waren wel interessant om te volgen. Wat uh, hmm. was heb... voor u zoal? Ik het meest interessante dat eruit sprong? Uh, voor mij waren het er eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk elke sessie hebben we wel dingen kunnen meenemen. En, en het was ook soms... Uh, de, de inhoud was misschien soms wat... In een bepaalde sessie een beetje minder. Of wisten we veel al van. Maar de, dat maakte de, de spreker het wel heel interessant. Mm -hmm. Ik vind de spreker ook wel heel belangrijk. Hoe dat hem ja. het heel overbrengt. En dat ook ja. heel veel. Hoe dat je het interpreteert, zo'n sessie. Ja, bijvoorbeeld de eerste de spreker ja. was misschien niet... Super, super praktisch of inhoudelijk, maar was wel mega grappig en vooral relativerend naar de, naar de performance marketeers toe. Ja. Van, overschat het ook niet meer wat je bezig bent. Van, het ging zo'n beetje over. Ja, je kunt heel veel, er komt heel druk bij kijken in ons job omdat het meetbaar is en resultaten zijn heel belangrijk. Dus dat gaat met heel veel stress gepaard van tijd. Maar zet dat van u af. Het zijn ja. search advertenties. Niemand leest die. Ja. Nobody cares. Ja. Zo, en Het is vanaf, niet waar mensen redden. Re Alleen re meestal. Nee, voilà. Dus, uh, vanaf ja. dat je dat beseft, ja, daar we dan een goede ja, analogie aan. Mee. Stel dat er zo'n. Dat ze ons vragen: van, kunnen jullie zo'n campagne in, in dat exotisch platform. Dan gaan we zeggen: Oh, ja, dat, dat gaat wel lukken. Terwijl we dat misschien nog niet gedaan hebben. Maar vraagt hetzelfde aan een, een chirurg: van, ja, kunnen jij een lever transplanteren? Als die zegt, oh ja, oh, oh, wow. wel dan. Ja. Ik... En het was wel heel herkenbaar. Heel herkenbaar. He he ja, vaak zo dingen, inderdaad. We zijn plantrekkers als, ja. als, als marketeers ook vaak. Uh, de strijd ja. tussen branding en performance, waar er zo wat onbegrip en, en no, uh, ja, wat vrevel tussen is. En op elkaar neerkijken. Maar zo iemand vroeg op plaats, wat is les, de belangrijkste les die je zou moeten meepakken uh, om minder stress te hebben? En dan was het wel van, there yeah, they're just ads. Nobody cares. En als dat je dat beseft, dan kun je vrijheid gaan testen en dingen gaan experimenteren en echt uh, gaan genieten van, ja. van het werk als performance marketeer. Het is een beetje een alternatieve inkijk op, er is meer dan enkel tunnelvisie en u te richten ja. op doel en het minder serieuze aan te gaan ja. pakken. Ja, en ik denk dat dat ook een grote uh, rode draad is, doorheen alle sessies die dat we hebben gedaan, is... Um, ja, Testen, testen, testen. Uh, maakt ook die tijd vrij om dingen te testen. En ga ja. niet alleen uit van de, de zaken die dat je weet. En maakt er echt ruimte van, uh, voor. Neemt ja. dat ook geen een, een rode draad is doorheen alle sessies sowieso. En, en, en een beetje lichtjes bashen op Google. Maar zowaar lichtjes prikken <laughs> en kritiek geven op de auto-recommendations. En ja. op de contactpersonen die misschien niet altijd even goede voorstellen geven van, van het budget verhogen, dat is een ja. klassieker, van verhogen, en dat is geprobeerd van het budget, budget te verhogen. Daar ja. is wel meermaals een kwinkslag -like nee, naar ja. gedaan en een, een, een steek naar gegeven. Dus het was leuk die herkenbare zaken, ja. niet alleen. Ja, dat zijn zo'n mopjes, ja dat zijn wat nerdy mopjes, <laughs> ja, alleen maar... performance marketeers uh, snappen die, en, maar dat zat ook wel enige waarheid in, want ja. bijvoorbeeld, het, uh, om nu te spreken over Keywords, keyword match types. Ja, Google zit heel, heel te drukken op broad match uh, keywords in te zetten. Um, maar er was dan één sessie van Nava ne Hopkins ja. uh, van Optimizer. Die had eigenlijk gewoon cijfers bij van al hun accounts in een Optimizer-groep. Dus super, super veel data over verschillende branches. En dan bleek bijvoorbeeld dat Exact Match eigenlijk qua kostenefficiëntie nog altijd beter doet dan, ja. dan een broad match. Hmm. Waarmee je niet wou zeggen van stop met, met broadmatchen. Nee, maar het was nee, wel nee, zo dat, dat broadmatch wel een betere is. Ja, uh, ja. Kwartaal na kwartaal. Uh, maar inderdaad, dat nog altijd de, de exact matches, waar Google ziet, dat totaal not on mm -hmm. is eigenlijk een beetje. Uh, dat ze vooral pushen naar die broad match dat, dat dat toch nog altijd goed werkt. Uh. Ja, gewoon testen. En, ja. en dat, is ook, dat is ook een, een, een les dat ik, dat ik heel veel heb gehoord. Van, er is geen één magische formule dat bij in elke account werkt. Het is altijd. Je kunt één ad hebben of één principe hebben dat goed werkt in een account, maar dat, daarvoor gaat dat niet goed werken in elke account. Nou, er is eigenlijk niemand die is komen spreken vanuit het, uit het standpunt van: ik heb hier het gouden ei gevonden en iedereen moet dit volgen en dat is, de, dat is een truc nee. voor al uw campagne. Nee. Dat is er gewoon Zalag. ook niet eerder, nee. denk ik. Ja. En mooi ook niet beweren, want nee. dat is er ook niet geloofwaardig als performance marketer nee. of stratege. Nee, het is wel ja. fijn, denk ik, ook om op een conferentie te zijn waar iedereen van zowel de sprekers als de mensen die aanwezig zijn. ook wel een beetje dat saamhorigheidsgevoel heeft, van, we gaan hier niet blindelings alles geloven en volgen en we hebben elk onze manieren tot, tot verschillende ja, sleutels tot succes ja, ja, ja. Daarom dat die data ook zo belangrijk is. Hè. Ja. Daarom dat we die sessie ook wel heel goed vonden, die van ja. Hopkins, omdat die vooral gewoon met cijfers kwam. En uh, die cijfers kun je dan meenemen om zelf uw campagnes te optimaliseren of op z'n minst te gaan testen. Die zijn daar ook letterlijk. Hè. Ja. Ik heb gewoon wat cijfers bij, heel interessante statistieken, vergelijkingen. Ik kan niet zeggen wat, wat jullie moeten doen, Doe het er... maar pak er zelf uw voordeel uit, test dingen. En die, ik vond dat hij wel een heel interessante had, van, of een interessante leuze. Want 20% van uw budget en van uw tijd moet voorzien zijn voor crazy ideas. Sotte ja. ja. Dus yes. dat je niet altijd in die tunnelvisie raakt van we, we hebben ons keywords en we kennen die. Nee, je gaat er een beetje buiten, maar ook met je eigen tijd. Hè. Nee, niet ja. gewoon altijd hetzelfde doen in, in je campagnes. Test is een nieuwe tool. Uh, voor, ja volgt is een SEO-sessie als je niet in SEO zit. Het is wel gemakkelijk om zo vast te roesten of, of zo mm -hmm. een account in te loopt en je krijgt je conversies binnen ja. en da, da, er komt genoeg uit op in, in, in principe, maar je, je roest dan zo wat vast in een bepaald stramien en je gaat niet meer uit of the box denken of je mm -hmm. gaat niks niet meer testen uh, om je dan toch te pushen. En daarvoor zijn die sessies wel heel interessant ja. om zo wat nieuwe insteken of nieuwe ideeën te krijgen. Ja. Uh, dat geeft ik... zo wat inspiratie en, ja. en, en, en wat energie aan dan ja. denk dat er heel veel marketeers ook in het algemeen hun eigen kunnen blind op het feit van ja de campagne loopt goed genoeg en de mm -hmm. klant is tevreden we gaan niks ja. meer doen of niks zotter dan is dat altijd wel fijn om zo te horen van andere mensen van ja het kan altijd beter door ja. bepaalde dingen te gaan leren testen ja. Mm het -hmm. ken ook altijd slechter hè? Uh, <laughs> <laughs> want je kunt bijvoorbeeld dingen testen en dat werkt totaal niet, maar dat weet je, dan weten we, dan kunnen we uitsluiten sluiten, we kunnen altijd iets van leren. Ja, ja voilà, dan uh, weten we dus waarom moet... werkt het niet. Ja, en... ja, daarom. Dus je moet geen bang hebben om uh, dingen te testen Ja, zo'n event is niet per se om allemaal gloednieuwe dingen te leren, maar mm -hmm. ergens ook wel bevestiging te krijgen, heb ja. je dat zegt. En wat soms wel een trigger te krijgen van, ah ja, dat had ik al eens een keer gehoord, maar dat wordt nu nog eens genoemd, ik moet dat misschien toch eens echt deftig tijd verpakken. Om daarin te investeren en dat heftig te onderzoeken. Zo. En andere dingen zijn dan wel echt heel praktisch. Bijvoorbeeld een sessie van de Martin Rutgerding. ding dat Had ik ook al eens gezien in uh, SMX München. Ja, ook wel een bekende naam. Die, dat was echt een super, super praktische sessie. Ja. Dat was zo over, echt over searchcampagnes en hoe die, die te structureren omdat er, je zit bij searchcampagnes, structureren vaak met de, de schaal van je kunt enerzijds gaan voor heel hyper gefragmenteerd, hyper-specifiek. Eén keyword per ad -group is daar het uiterste. Tegenover de andere kant is alle keywords in één ad -group. En beide hebben voordelen. Ja. De stacks hebben, hebben als voordeel dat je één ad -copy heel gericht kunt schrijven voor, voor, voor één keyword. Maar als je alles samenzet, heb je het voordeel dat je sneller ad significantie hebt qua in uw data. Dus dat je sneller ja. verschillen ziet, rapper dingen kunt gaan testen. En dan had daar met Ad Customizer eigenlijk een oplossing voor om de best of both worlds uh, te, te krijgen: dat je zowel alles kunt samenzetten, maar wel een ad-copy specifiek voor elk individueel keyword uh, te mm -hmm. maken. Een beetje ja. in die balans zoeken tussen ja, de ja. twee. Ja, nou, aan de ene kant is ja, dus de single key keyword ad groep, dat, dat je je ads altijd heel relevant kunt maken. En aan de andere kant heb je zo de, de, de groep waar je veel keywords in gaat steken. De dus dan uh, um, dat je dan uh, meer data in één ad groep hebt mm -hmm. en dat, dat, ze dat, dat het algoritme uh, er beter kan naar kan optimaliseren, natuurlijk. En met die ad-customizers kunnen dan zo ja. beide uh, gaan combineren. Ja. Um, en ja, dat was wel een interessante. En zijn er zo bepaalde inzichten of talks die een beetje hebben bevestigd waar jullie al mee bezig zijn? Of, of waar jullie een andere mening over hebben? Of uh, die uh, al ja, geïmplementeerd zijn? Zeker wel. Allee, er in, in, in veel zaten wel zaken die dat wel aan het testen zijn of die dat wel doen. Uh, bijvoorbeeld die, van die NAVA Hopkins, die sessie, was bijvoorbeeld een stuk over uh, Performance Max. Uh, natuurlijk. Um, en bij die Performance Max, daar stond maar nog iets bij, van bij. Het puntje dat wij al doen, is bijvoorbeeld in. Um, Per uh, Performance Max campagne een asset group en niet verschillende mm -hmm. ver asset groups onder één performance Max campagne. Ja. Omdat je dan niet juist weet van welke doelgroep scoort hier nu beter. Of, uh, um, ja um, Vooral dat uh, om dat, dat te gaan uitsplitsen over verschillende campagnes, en dan kun je die perfect uh, van elkaar afwegen. Dat is iets dat we al, al doen. Mm -hmm. In het begin ja. deden we dat niet. In de eerste maanden van Performance Max deden we dat niet. En dan zagen we van. Allee, dan wisten we helemaal niet naar waar hij nu goed scoorde qua doelgroep of zo. Uh, en nu doen we, doen we dat wel. En dan kunnen ja. we die wel tegen elkaar afwegen. En dan weten we toch al iets meer. Uh, want Performance Max blijft nog altijd moeilijk om daar heel veel ja, de inzichten, blijven inzichten beperkt, uit te halen. Uh, maar zo weten we toch al wat meer. En ik kunt dat wel gaan. Uh, verschillende doelgroepen gaan testen, bijvoorbeeld, of verschillende assets of uh, zo, om dat uh, zo te splitsen. Dus dat kwam ook wel aan bod in, in die sessie. Dus dat doe we wel, ja. Uh, dat is nu een voorbeeld dat je direct top of mind ja. had. Maar er waren. rest waren wel algemeen dingen van die bevestiging gaven, denk ik. Het, het... Ja, ja. Ik ben nu aan het denken, maar ik Belangrijk kan niet direct ja, eh, specifiek. Ik, ik bijvoorbeeld de, de aan... belangrijkheid van, um, van conversiewaarde eh, in het systeem. Dat je meer in plaats van max conversions, mm -hmm. beter naar een max conversion value uh, gaat. Om, om nog meer data in het systeem te brengen. Dat ja, en dat Google en weet echt... naar waar dat ze moeten optimaliseren. En op termijn ook echt te gaan werken op, op uh, profit. Hè, dat je echt. Uh... Ja, winstmarges meepakt in uw, in uw doelstellingen. Dat is eigenlijk nog de volgende stap. Dat was een hele goede case van shampoo bars. Dat was ja. wel een hele toffe case, e-commerce case, die ook een award hadden gewonnen, dan een SEA award van Friends of Search. En die mannen kwamen dan hun, hun case uitleggen. En dat vond ik wel heel praktisch. En ook wel gewoon een tof product. Want dat was één e-commerce. Omdat je ja, op e-commerce, als, als er een is, wordt er geld uh, verdiend. Uh, ja. Dat is een consumptiegoed, dus je, dat, je kunt daar herhaal aankopen mee, 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 mee aan, uh, aanjagen. Um, ja, die hadden eigenlijk een hele klantendatabase ingedeeld op basis van het RFM-model. Dus Recency, Frequency, en Monetary Value. En dan ook de, nog een extra factor, de, de tijd. De, Tussen nu en de eerste aankoop. Ja. Hm. En die gingen de, op basis daarvan al, heel hun klantenbestand gaan segmenteren in ja, de trouwe klanten die altijd kopen om de zoveel tijd. Churners die, die ooit trouw zijn geweest of ergens afhaken in het proces. En op basis daarvan anderen ad-copy, andere communicatie geven. Op zich niks, geen rocket science, maar dat was gewoon een heel. Ja, dat was wel interessant. Tot uh, de, was de meerwaarde tof. van, van ja. zo'n structuur natuurlijk. Ja, ja. Ja. Oh ja, fijn, geen Rocket science, rock science zeg ik nu, maar die, hoe die mannen met hun ads bezig waren en externe Echter tools. Liggend, ja. Was dat wel, was dat wel ja, uh, vrij was, uh, hoogstaand. Mijn volgende vraag: of dat er dan inderdaad specifieke tools zijn waar jullie daar nog niet van hadden gehoord, of heel veel interesse rond hebben om, om dan te gaan liggen implementeren dat je daar hebt gezien, of dat je zou kunnen aanraden zelfs. Uh, ja, er was ook een sessie over van Microsoft, uh, nee. zeker een Murray. Natuurlijk, die kwam spreken over de invloed van AI ja. in marketing en... Dat was natuurlijk ook wel een groot onderwerp in, uh, in, ja. in, in ja. Dory en heel uh, Friends of Search. Hè, dat AI. was wel de, de grote trend ja. waarschijnlijk. Ja. En hoe dat, dat eigenlijk ons, onze wereld verandert en hoe dat wij... Hoor, we hadden met nu al, hadden al wat voorbeelden aan over hoe dat het, het zoeken gaat veranderen. Bijvoorbeeld nee. dat wij nu heel korte zoektermen ingeven en misschien meerdere dingen bezoeken of bekijken terwijl dat het meer gaat naar een model waarin wij één lange zoekopdracht of een prompt geven en dan direct een antwoord krijgen, ja. in plaats van dat je moet liggen zoeken in een website naar de hoogte van uh, de Eiffeltoren. Ja, dat, dat is nu een eenvoudig voorbeeld, maar nu ja. geeft een chatbot, een AI chatbot dat Die geeft direct. Geeft maar één antwoord. Ja. Voilà, ja. En die, die snelheid gaat, gaat, gaat veranderen en ook qua advertising gaat dat een stuk veranderingen met zich meebrengen. Jan had, ja, had het natuurlijk vooral over Copilot van Microsoft. Ja. En ik, wij gebruiken nu vooral ChatGPT. Ja. Maar het voordeel van een Copilot is wel dat je zowel in die gratis versie als in die. Dat je in die gratis versie ook al kunt vragen naar: bekijk die website eens een keer uh, en geeft mij. Bijvoorbeeld van die concurrent de belangrijkste troeven, of wat zegt hij zoal? Ja, in die gratis versie in ChatGPT 4 kunnen we dat natuurlijk ook al doen. Ja. En als je dat hebt, is, is in mijn ogen ChatGPT nog altijd wel iets, ja. iets beter, heb ik het gevoel, uit, uit ondervinding. Mm -hmm. uh, maar ja, dat, dat was wel eens interessant om ook de Microsoft en de Copilot omdat je vooral, Wij zijn vooral ChatGPT gewoon, om daar toch eens te zien wat daar de mogelijkheden vooral zijn. Uh, omdat wij, ik daar vooral nog maar basic mee had gewerkt. Ja. Nog niet echt heel veel in diepte. Dus dat was ook wel interessant. Dane had wel een rapnummer gemaakt als afsluiter. <laughs> ja, met een tool, ja, was Dat was een rapnummer gebaseerd Su op of Sumo's? Nee, Sunono. Su Su Sunono, ja, ja. dat weet ik niet meer exact. Ja. Over hem na nou op het event sprak dat en dat Hij liet dat dan horen als, als afsluiter. Dat was wel een, een baas. Hij had uh, ja. de wel mee. Ja. Uh, ja, uh, het wel. En het ging dan over Friend of Search ook, een tekst en zo. Het ja. echt, uh, dat is wel indrukwekkend als je inderdaad een ja. tool. Ja. Kunt laten werken voor u en de meerwaarde erop op, op zo'n manier kunt tonen. Steek hem, denk ik, dat 50 cent dat gewoon had. <laughs> ja. Maar het zijn wel dingen die erbij blijven. Het, is wel, uh, het, was, in, het ja, was origineel. Dan binnen een jaar, als je dan terug zou gaan, met ik neem aan dat je dan terug gaat, denk ik dat dat dan ook wel een heel stuk verder gaat staan ja, je ja, dat je ja, gegeven, ja, dat evolueert zo in. snel. Uh, ja, nee? zeker een best. Maar ja, verder kwam voor, rond AI vooral wat prompting aan bod. Hoe moet een bepaalde prompt uh, geven? Mm -hmm. Wat ik ook wel een heel interessante vind, en dat, dat had ik al eens gedaan, maar dat was nog eens interessant om dat terug te horen, is aan uh, ChatGPT of een AI vragen van um, hoe moet ik een bepaalde prompt schrijven om dat resultaat te krijgen. Ja. Ja. Dat vind ik ook wel een heel interessante, want wij zitten zelf uh, soms een prompt te zoeken. Of, of, Hey, naar een bepaald resultaat toe te werken. Um, bijvoorbeeld voor ad-copy of zo, dat wij dingen geven, parameters en, en, en een, een prompt op, opstellen voor daar ad -copy te krijgen of nieuwe varianten of insteken. Maar dat je het die zelf gewoon vraagt aan een AI: Vraagt van uh, ik wil daar resultaat krijgen en hoe moet ik mijn prompt opstellen naar u toe om de beste resultaten ah, ja, te krijgen? Op de, ja. de omgekeerde manier. Ja, mm -hmm. ja, ja. dus dat, eigenlijk via een tussenweg dat doen, dat vind ik wel een heel interessant. Dan is het eigenlijk ergens heel menselijk dat je daarmee omgaat, want op ja. zich zou je dat met je partner ook kunnen doen, van ja, ik, ik, ik haal hier niet de een output, alleen dat is heel, heel plastisch. Maar ja, als je daarvoor vraagt van, ja, wat, wat wil je dan dat ik vraag of dat ik zeg tegen nu dat, ja. dat gaat uw relatie ook wel verbeteren, en ook met ChatGPT. Ja. En ik heb ook onthouden, zegt dank u, en alsjeblieft, tegen, tegen AI-chatbots, want... Als ze dan uiteindelijk ja, komen om ons kapot ja. te maken, ja, en dan gaan ze weten... De, ah, ja, ja, die, die heeft die wel... Die niet dat geweest, die heeft ons vrienden, al al de, goed behandeld. Sneller. Uh, dat gaat een pijnlijke dood zijn, ja. in plaats van een lange. Ja, nee. Dat was in Italiaan ook, hè. Ja. De eerste. Dat was zo grappig, maar toch wel terecht uh, wat satire, eigenlijk. Ja. Ik ja. ben er wel fan van. Zelfrelativering. Ja, nee, klinkt als een uh, super interessante dag. Zou je het ook aan uh, andere... Mede-experten, marketing-experten ook aanraden om te gaan volgend jaar? Zeker. Ja, maar ik ga, ik ga wel terug bij de Kenneth op de kamer slapen. Ja. Ja, ja, ja. Bij ons komen nee, ze niet op de kamer. Hè. Zeker, nee, zeker aanraden, want er is, ik vind dat op eventgebied niet zo heel veel is buiten nee. allee, in, in, de, in de nabijheid. Je moet al meestal naar, naar het buitenland gaan, naar Duitsland, Engeland. <laughs> Ja, en het, is ook, en het is ook heel praktisch. Uh, ja, ik vind het ik vind zeker een aanhaler. Ja. Ja, Super, bedankt voor dit uh, kort maar inzichtrijk gesprek over uh, Friends of Search. Misschien dus graag aan. En, uh, tot snel. Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze aflevering van Behind the Impact. Ook zin om impact te maken? Ga dan zeker naar onze website of stuur ons een berichtje via LinkedIn. Dankjewel en tot de volgende keer.